Het was druk op de hertgang, het trainingscomplex van PSV. De nieuwe spelers werden eindelijk officieel gepresenteerd. En ze trainden ook voor het eerst mee voor het Eindhovense publiek. Maar eerder was de perspresentatie. Maxime Lestienne, Gaston Pereiro en Davy Prupper. Ze kregen hun shirts uit handen van niet de eerste de beste. Hartstikke blij. Natuurlijk, mooie staf voor mij. Het hing al even in de lucht inderdaad, maar uiteindelijk is het wel heel snel gegaan. Op trainingskamp, goede groep. Ik was nog nooit bij een andere club geweest, maar het ging goed en ik ben goed opgevangen. Ja. Tratar de practicar al máximo y tratar de ganarme un puesto en el equipo y cuando me toque jugar tratar de aprovechar la oportunidad y de jugar bien. Ça c'est mon style de jeu. Ça j'ai besoin de ça sur le terrain. On va dire que j'ai un bon caractère en dehors du terrain, mais sur le terrain j'ai un caractère assez agressif. Mais c'est ce qui fait de moi ma personnalité. Et voilà, moi je suis sur le terrain, je suis un gagnant, j'aime pas perdre. En met die woorden nemen ook de verwachtingen van de supporters toe. Welkom. Ik verwacht dat het een goed seizoen gaat worden. Er zijn veel nieuwe spelers. En ik denk dat PSV toch weer mee gaat draaien om de bovenste plaats. En hoe kijk je naar het komende seizoen? Eindelijk de Champions League. Verwacht je er veel van? Ja, uiteraard. De Champions League is maar de vraag of we het niveau aan kunnen. Ligt een beetje aan de loting. Maar voor de competitie denk ik er wel met deze aankopen. En ja, toch zeker wel weer voor het kampioenschap moeten gaan. Denk zeker wel. Als je kampioen wordt, speel je Champions League. Dat is dit jaar weer het geval. Wat zijn uw verwachtingen ervan? Ik hoop dat ze sowieso tweede worden in de pool. En omdat ze eerst in de pot zitten. Het is een kans in ieder geval dat ze overwinteren. En daar hoop ik in ieder geval natuurlijk altijd wel op. Wat het dit jaar gaat worden, moeten we natuurlijk afwachten. De competitie die start op 8 augustus tegen ADO Den Haag. Maar eerst is dinsdag nog die bijzondere wedstrijd. De jaarlijkse Lichtstad Derby tegen FC Eindhoven.